wonen hier dus al anderhalf jaar bijna. En we hebben het huis in 2007 gekocht, februari. We hebben anderhalf jaar verbouwd. En we hebben geen tuin, maar wel een balkon. Maar we hebben wel de allerleukste tuin en dat is de Vroezepark hier vlakbij. Jullie zitten veel te picknicken dan in het Vroezepark? Ja, veel picknicken, veel barbecuen en we kennen heel veel mensen hier in de buurt. Dus eigenlijk, zodra het mooi weer is, dan gaan de sms'jes in de rondte. En dan komt iedereen naar het Vroezepark en dan gaan we met z'n allen barbecuen. En een beetje zitten, een beetje zon, een beetje kletsen. Een beetje een beetje meeting point. Ja, eigenlijk meeting wel. Point, ja. Ja. Er zitten veel oude vrienden, veel jonge ondernemers ook hier in de buurt. Ja, veel mensen die je vroeger kent, die wonen wel hier ergens in een zijstraatje. Dat is wel heel leuk. En waar hebben jullie eerder gewoond? Ik heb hiervoor in Krooswijk gewoond. En Harry op de Mauritsweg, in het centrum. Dus het is wat rustiger. Ja. Veel rustiger. Is lekker. En als je dat vergelijkt met hier wonen, die aantal jaren dat jullie hier wonen, wat is er dan anders? Het is hier sowieso een stuk groener. En gewoon de rust in de straat. Je buren die groeten ook gewoon allemaal gezellig. En het is eigenlijk gewoon heel rustig, lekker fijn. En lekker gehoorig. Ja, dat hoort een beetje bij de huizen hier, hè? Klopt. Maar je kan net niet alle gesprekken voeren, maar het is wel heel erg gehoorig. Ja. Dat maakt het ook wel gezellig. Sommige gesprekken zou ik graag willen horen, maar dat is niet altijd de bedoeling, geloof ik. Nee, dat is zeker niet waar. Nee, maar dit is gewoon... De huizen zijn ook heel leuk. Het enige wat jammer is dat we geen tuin hebben. Maar ja, we hebben hier voor de deur een tuin. En we hebben een stukje verderop hebben het park, dus dat is... En de benedenburen? Die hebben alleen last van ons als we een feestje geven. Maar die hebben wel een tuin. Ja, die hebben wel een tuin. Die hebben wel een tuin. Nou, we hebben ook een paar kennissen in de straat die ook een tuin hebben. Dus daar komen we af en toe wel eens. Maar verder moeten we het echt doen met hier buiten. En plannen om een huis te kopen met een tuin? Misschien in de toekomst. Ja, we hebben dit net gekocht. Dus we blijven hier voorlopig nog wel zitten. Het is wel leuk genoeg om nog even een paar jaar te trekken. En dan later wel. Later in de toekomst willen we wel een tuin. En je vertelde net iets van dat... vind ik wel boeiend dat je dat hier veel nieuwe, jonge ondernemers wonen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik weet niet of het toeval is, maar er zijn veel ondernemers hier. Daar woont een grafisch ontwerper. En verderop woont een jongen die geeft workshops. Nou, ik ben zelf ook wel een freelance ondernemer. Zij is dan ook ondernemer. De buurman die bouwt websites. Dus het is, die zit allemaal een beetje hier in de buurt. Dus je kan ook nog wat voor elkaar betekenen. En ik weet niet of het toeval is, maar er zitten echt veel ondernemers hier in de buurt. Zou je ook kunnen zeggen dat we in een creatieve wijk wonen? Ja, vind van wel. Ja, zeker wel. Zeker wel. Oké, dan dank ik jullie heel hartelijk voor dit interview. Oké, nou jullie ook bedankt.